Ooit komt de dag dat je woning niet meer bij je past. De trap wordt gevaarlijk, de tuin en het huis te bewerkelijk. Wat doe je dan? Blijven zitten en de ongemakken trotseren of toch maar verhuizen naar iets makkelijkers? De Eindhovense Christine Walravens koos met haar man voor het laatste. Mijn man heeft gezondheidsproblemen. En ja, de trap wordt steeds moeilijker. Het wordt steeds zwaarder. Bijhouden natuurlijk ook, om het een beetje gezellig te houden. Dus toen de kans kwam dat we een appartementje konden krijgen, hebben we die genomen. Maar lang niet iedereen neemt die stap, zo ervaren de woningbouwcorporaties in Eindhoven. Ouderen blijven soms gewild, maar vaak ook ongewild lang op een vertrouwde plek wonen. 1000 ouderen krijgen daarom bij wijze van proef voorrang op een seniorenwoning in de stad. Voor een senior kan het op een gegeven moment heel prettig zijn om door te stromen naar een geschikte seniorenwoning die beter bij de levensfase past. Met levensfasegenoten, dat kan ook echt heel gezellig zijn. En dat maakt dan weer mogelijk dat startende gezinnen of doorstromende gezinnen op hun plek krijgen. Maar het is niet onze bedoeling om mensen te dwingen te gaan verhuizen. Ik denk dat het gewoon de tijd is die ons gedwongen heeft om daar aan toe te geven, want eigenlijk wilden we hier wel heel erg graag heel ons leven blijven wonen. Het zonnetje dit, die akelige tuin achter op het noorden, ja, dat is het eigenlijk. Daar ben je toch aan gehecht dan. Ja, mensen kunnen verschillende redenen hebben. Soms is dat een hele emotionele reden. Heel vaak zijn het ook praktische redenen. Mensen weten niet hoe ze aan een andere woning komen, zijn bijvoorbeeld niet ingeschreven bij WoonEasy, hebben geen wachttijd en denken dan eigenlijk nooit aan een woning te kunnen komen. Het kunnen ook hele praktische redenen zijn van hoe ga ik verhuizen? Ik heb geen kinderen die me kunnen helpen. En heel soms zijn het ook van ja, hoe doe ik dat? Hoe ga ik dat met de huur doen? Kan ik huurtoeslag krijgen? Dus dat is een heel gevarieerd pakket aan redenen. Voor Christine en haar man is die prikkel dus niet nodig. Zij hebben al besloten om te verhuizen en kijken daar erg naar uit. Ja, gelijkvloers is in een nieuwbouw. Dus ja, daar kunnen we eigenlijk zo in met een beetje verf en we gaan elektrisch koken. Vloerverwarming, dus het is helemaal up-to-date. Ja. De corporaties verwachten dat 10% van de uitgenodigde 1000 ouderen de verhuisstap uiteindelijk zal zetten. Dat zou in ieder geval goed nieuws zijn voor 100 gezinnen die nu een woning zoeken. Nu wonen er heel veel gezinnen met 3-4 kinderen op een flatje, op een appartementje, terwijl wij hier 3 slaapkamers hebben die we niet gebruiken. Ja. Dus ja. Dat is natuurlijk echt zonde. Ja, dat is eigenlijk, ja, en ook eigenlijk een beetje asociaal.